Uit de titel en het onderwerp van paragraaf 6.1 blijkt heel duidelijk dat wij de geschiedenis vanuit een standpunt beschouwen. De paragraaf gaat namelijk over wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van de wereldeconomie. En vooral dat laatste stukje, het begin van de wereldeconomie, dat suggereert dat die er voor de 17e eeuw nog niet was. Maar dat is niet zo. Het is alleen maar zo dat de Europeanen pas vanaf de 17e eeuw echt deel gaan nemen aan die wereldeconomie. Hoe dat zo gekomen is, daar gaan we in dit filmpje eens even naar kijken. We zullen de begrippen uit kenmerkende aspecten eens nader gaan bekijken en we beginnen bij het handelskapitalisme. Maar het mag duidelijk zijn dat dit dus bij uitstek een economische paragraaf is. Oké, okay, dat handelskapitalisme. Dat zien we in de 17e eeuw heel sterk opkomen. En als we naar het begrip gaan kijken, dan bestaat dat begrip eigenlijk uit twee delen: handel en kapitalisme. Oké, okay, handel. Dat gedeelte dat lijkt me duidelijk. Hier hebben we een handelaar. Met zijn bedrijf. Dat bruine vakje met erin dat kistje en dat geld, dat moet zijn handelsbedrijf voorstellen. In de 17e eeuw zien wij die handelaren steeds kapitalistischer gaan handelen. Het kapitalisme gaat ervan uit dat je winst maakt met je bedrijf. Nou, dat doet deze handelaar ook. Hij maakt winst, maar in plaats van dat hij daar meteen van gaat genieten en stopt met werken, gebruikt hij een gedeelte van de winst om opnieuw in zijn bedrijf te investeren. En daardoor kan zijn bedrijf groter groeien. En hoe groter zijn bedrijf wordt, hoe meer winst die handelaar maakt. En opnieuw besluit die handelaar om een gedeelte van zijn winst te herinvesteren in zijn bedrijf. En daardoor groeit zijn bedrijf alleen maar groter en maakt hij uiteindelijk nog meer winst. Dat is wat kapitalisme is: winst maken met je bedrijf en dat niet meteen allemaal zelf gaan verbrassen en allerlei leuke dingen. Nee, die winst ga je voor een deel weer investeren in je bedrijf. Om uiteindelijk nog meer winst te maken. In de loop van de 17e eeuw zien we dit dus steeds meer gebeuren in Europa. En dat is een gevolg van de groei van de wereldeconomie. Steeds meer Europese volkeren gaan wereldwijde handelscontacten aan. En dat is een direct gevolg van wat we in paragraaf 5.2 hebben gezien, die Europese expansie. Die begon aan het einde van de 15e eeuw met de Portugezen en de Spanjaarden. Zij waren de eerste Europese volkeren die de wereldzeeën overgingen varen, met als een van de belangrijkste doelen. Handelen en daar geld mee verdienen. Dat zien we hier op een kaartje. Maar zo'n 100 jaar later doen veel meer Europese landen aan die wereldeconomie mee. Zoals bijvoorbeeld Engelsen, de Nederlanders en Fransen. En dat zien we op het kaartje rechts. De Europeanen varen de hele wereld over op zoek naar handelsproducten en handelspartners. En daarmee gaan zij actief deelnemen aan de wereldeconomie. Nou, in Nederland wordt dit het beste geïllustreerd door twee bedrijven. Eén daarvan is de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, die in 1602 wordt opgericht. En de VOC gaat vooral in dit gebied handelen. Oost-Indië. Eigenlijk simpel gezegd Azië. Met bij Kaap de Goede Hoop al een kolonie die de Nederlanders in staat moet stellen om Azië ook op een goede manier te bereiken. En hier zien we dat die Nederlanders zich vanaf 1602 op steeds meer plekken in Azië gaan laten zien. Al die rode stippen op de kaart zijn handelsposten... Van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En in sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld Nederlands-Indië, gaat de VOC zelfs een stap verder. Daar blijft het niet bij het stichten van handelsposten aan de kust, maar daar nemen ze hele gebieden in en die gaan ze besturen. Nou, de WIC, die in 1621 opgericht, de West-Indische Compagnie, die doet eigenlijk ongeveer hetzelfde, alleen dan in een ander gebied in de wereld, namelijk West-Afrika en Amerika. En ook hier zie je allemaal handelsposten, die groene stippen. En een aantal gebieden, de groene gebieden, waar de WIC de controle uitoefent. Dat werden dus Nederlandse koloniën. En we zullen de twee bedrijven eens nader met elkaar gaan vergelijken. De VOC had in eerste plaats vooral met de economie te maken. Het was immers het enige Nederlandse bedrijf dat met Azië mocht handelen. Ze kregen een monopolie, een alleenrecht op die Nederlandse handel met Azië. En dat monopolie dat hadden ze van de overheid gekregen. Nou ja, waarom wilde die VOC zo graag naar Azië toe? Welke producten wilden ze daar dan vandaan halen? Ja, dat zagen wij al een beetje in paragraaf 5.2. Ze gingen naartoe voor de specerijen, zoals peper, kaneel en foelie. Maar uh, in China werd er bijvoorbeeld ook zijde gehaald. En uit andere gebieden werd textiel gehaald. En porselein is ook nog zo'n heel gewild Chinees product. De VOC groeide uit tot het meest succesvolle bedrijf van haar tijd. Niet alleen van Nederland, van de Republiek, maar van de hele wereld. Het was een bedrijf met duizenden werknemers en binnen dat bedrijf ging dus een hoop geld om. En al die expedities naar Azië en het onderhouden van die handelsposten kostte ook een heleboel geld. En de Staten-Generaal had een heel slimme manier gevonden voor de VOC om aan kapitaal, aan geld te komen. De VOC was het eerste bedrijf waarvan je aandelen of obligaties kon kopen. En mensen kochten dus een stukje van het bedrijf, ze gaven wat geld aan de VOC. En in ruil daarvoor deelden ze mee in de winst. Dat is iets wat tegenwoordig heel normaal is, wat in 1602 volstrekt uniek was. Wat ook uniek was, was het feit dat de VOC niet alleen een handelsbedrijf was, maar dat het ook politieke bevoegdheden had. De VOC mocht van de Staten-generaal uh, haar eigen handelsposten en koloniën besturen. Dat werd dus niet door de Nederlandse overheid gedaan, maar door functionarissen van de VOC. Bovendien. Mochten die functionarissen van de VOC zelf verdragen afsluiten met de vorsten en de andere heersers in de gebieden waar zij aan het handelen waren? Dat deden zij uit naam van de VOC, maar ook uit naam van de Republiek. En de politieke macht die de VOC had, blijkt ook uit het feit dat het bedrijf eigen soldaten in dienst had. Het had een eigen leger om de vloot te beschermen, maar ook om de handelsposten en de koloniën te beschermen. Ook bij de WIC zien we dat dit een bedrijf is wat natuurlijk vooral economische doelen nastreeft, maar wat ook politieke bevoegdheden heeft. De WIC had net als de VOC een monopolie, maar we zagen al op de kaartjes dat dat om een ander gebied ging. De WIC had een monopolie op de Nederlandse handel met West-Afrika en Amerika. De belangrijkste producten van de WIC: zilver, dat in grote getalen in Zuid-Amerika aanwezig was. Slaven die vanuit West-Afrika naar de plantages in Amerika vervoerd werden. En die slaven werden dus ook gewoon als handelsproducten gezien. En de producten die die slaven op die plantages verbouwden, die werden weer naar Europa vervoerd. En dat was ook een belangrijk handelsproduct van de VEC Die plantageproducten zoals bijvoorbeeld suiker of koffie. En daarnaast zien we ook dat je van de WIC aandelen kon kopen. Maar nog meer dan de VOC had de WIC een duidelijk politiek doel. Het is niet voor niets dat de WIC in 1621 wordt opgericht. Want op dat moment is de twaalfjarige vrede die de Republiek met Spanje heeft afgesproken uh, afgelopen en wordt de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden hervat. En de WIC was dan wel een handelsbedrijf, maar in eerste instantie werd zij door de Staat-Generaal opgericht om de Spanjaarden dwars te zitten. En daarom had de WIC ook eigen soldaten en ging zij vooral heel veel aan kaapvaart doen. De Spanjaarden hadden enorm grote gebieden veroverd in Zuid- en Midden-Amerika. Gebieden waar de Spanjaarden heel rijk van werden, omdat er heel veel zilvermijnen waren. En die Spaanse schepen, die beladen met zilver vanuit Amerika terug naar Spanje gingen, de zilvervloot, die moest door de WIC gekaapt worden, die moest veroverd worden. En dat is slechts één keer gelukt, in 1628, door de man die we daar op het plaatje zien, Piet Hein, als de 80-jarige oorlog dan af is gelopen in 1648, dan gaat de WIC zich veel meer richten op het handelen en het veroveren van kolonies en het aanleggen van plantages. En dan zien we dat de WIC daar ook bevoegdheden voor heeft. Zij mogen dus ook die handelsposten en die koloniën zelf besturen. En zij mogen ook zelf in naam van de Republiek verdragen afsluiten. De VOC was uiteindelijk veel succesvoller dan de WIC, maar beide bedrijven hebben er mede aan bijgedragen. Dat de republiek in de 17e eeuw in een gouden eeuw terecht kwam. En daar zullen we in de volgende paragrafen naar gaan kijken.